Kijk, daar zijn we. Yo, alles goed? Ja, hier is het top. Zo is het daar. Ja. Mooi bedje. Nee, zit de bank. Oh, bank. Oh, lekker, lekker, lekker. Ja, ik zit wel prima, ja. Dus, nou ja, goed. Ik heb een weekje vakantie, dus ja, het wordt een beetje een steekantie, hoe noem je dat? Ja. Thuis lekker thuis. Stay home, stay kansie. En jij hebt Ja, natuurlijk als fietser nog. staycation, sorry, dat was hem, hè? Staycation, Ja. En jij ja. hebt natuurlijk als fietser gewoon veel kunnen trainen nog wel, toch? Ook gedurende heel de corona-isolatie en zo. Ja, we hebben in principe de duurtraining en dergelijke, die komen we van buiten doen natuurlijk. Ik zat in het begin van de periode wel met mijn blessure. Dus ik kon Ja. sowieso niet heel veel. Dus ik ja, baantrainingen, ik kon toch de baan niet op. Dat is pas sinds 2,5 maand dat ik weer echt BMX. En toen was ik alles weer langzamerhand open aan het gaan. Dus ja, in de situatie waarin ik zat, heb ik er sportief gezien weinig last van gehad. Oké, okay, nou dat is gelukkig. En merkte je toen je de baan op ging dat je echt wel een soort van achteruit was gegaan of viel er wel mee bij jou? Nou ja, in mijn geval, ik had natuurlijk mijn schippersbordje uit de kom. En ik ben, ja, in mijn pols, zeg maar, hebben ze ja, drie grote ja, sneden gemaakt eigenlijk. Om alles weer terug op zijn plek te zetten. Ja, en er zit wel ja, een jaar revalidatie aan. Plus dat ik mijn mobiliteit nooit volledig meer terug ga krijgen. Dit is nu, zeg maar, zover als dat ik kom. Ja. Oh, dat is niet Dus, echt. ja, Nee, dat is niet fijn. Nee. nee, dat is zeg maar de helft. Als ik op de helft kan blijven, als ik rond 40 graden kan komen, zonder spanning te dragen of zonder therapie. En het geldt eigenlijk Ja. hetzelfde voor de andere kant op. Ik kom gewoon niet verder meer, want zoals je ziet, hebben ze hem hier ja, bovenop hebben ze flink open gesneden aan de zijkant en hier ook. Dus, Dat is heftig, man. ja, dus. Heb je daar los van fietsen? Heb je daar een dagelijks leven? Merk je dat goed of niet? Ja, heel erg eigenlijk. Het zijn de meest kleine dingetjes. Je kunt alles wel opvangen, maar je zult, ja, met de meest kleine dingen moet je compenseren. Mijn ontbijt eten, de draaiing, zeg maar deze beweging die normaal heel natuurlijk is. Ja, de lepel, die krijg ik. Ja, komt net ver genoeg. Maar ja, de eerste 4 maanden van het jaar ging dat niet. Heb ik met links mijn ontbijt moeten eten. Ja. Ik heb gelukkig nooit echt veel blessures gehad binnen mijn sportbeoefening. Niet. Wat op zich best gek is. Maar judo is ook wel een wilde sport. Ja. Maar nee, man. Even afkloppen. Het is in de gym gebeurd, niet eens met fietsen, dus. Ja. Heftig. Grappig. Maar Hey, maar even een goed, vraagje. zeg je? Ik heb een vraagje. Want Ja. de Brabantsport had natuurlijk gevraagd of wij live konden gaan. Dat vond ik wel leuk. Wereldkampioen BMX, super tof. Ik vraag me toch iets af, hè? Want ik heb wel eens testen moeten doen op de wattbike, van die maximaal testen. En Ja. dan moest ik een maximaal piekwattage wegtrappen. En ik was daar best wel trots op. Nou ben ik, voordat ik het ga zeggen wat mijn wattage is, wat is jouw maximale piekwattage die jij kan trappen? Mijn maximale piek die lag eigenlijk vorig jaar voor het WK en dat was 2650 watt. Shit. Met een Oké, okay, dat is wel lichaamsgewicht cool. van 86 kilo. Wauw. Dus jullie hebben thuis, je bent je eigen energieleverancier als klaar. Ja, als het even als alles begint te knipperen, dan denk ik, oh shit, dan gaat of ik of Puk gaat weer even de fiets zetten hier. En dan kunnen we weer even tegenaan. Lekker man, echt bruut. Ja, Nou, ik zit ben ik zelf. wel benieuwd naar jou eigenlijk. Ja, die ga ik niet meer zeggen. Nou ja, volgens mij was het voor een niet BMX of niet fietser best wel hoog. Ik zat op 2241 watt. 2,5 Alleen, watt is zeker netjes. is veel. Alleen ik kon het niet lang volhouden. Het was dat en toen was het echt 50% minder. Ja, maar dat is bij ons hetzelfde. Dat is echt de piek. En daarna gaat het meteen naar beneden. Want de wattbike die meet het ook eigenlijk volgens mij in de tweede slag. Dat is je Ja. grootste. Ja. Ja, dan leef je eigenlijk het meeste vermogen. En daarna is het Ja. op gang. Dus ja, dan neemt het vermogen ook terug eigenlijk. Ja. Ah, die fiets. Ja. Oké, okay, ik ga even kijken. Ik zie wat mensen wat vragen. Want we zijn om vragen te beantwoorden. Ik ga even kijken wat ik kan zien.
Even kijken. Mensen, stel je vragen als jullie vragen hebben. We hebben hier wereldkampioen BMX voor ons. Ik ben ook aardig in het, wat ik doe in judo. Aardig. Ik wacht. Bescheiden net zelf. Even wachten. Ik zie hier iemand uit Engeland. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Otabek. Ik ben niet Arabisch, maar ik word veel, als ik in een Arabisch land ben, dan word ik vaak in het Arabisch aangesproken. Ik denk dat het vanwege mijn dikke neus is en dat ik een flinke baard heb. Dus ik vind het altijd heel, ben heel trots dat ik terug kan antwoorden van gegroet broeder. En dan loop ik heel snel weg in de hoop dat ze niet verder gaan praten, omdat ik het dan niet meer weet. Maar dat vind ik wel leuk. Ja, ik zie een vraag. Ja, dat is wel grappig. Ik zie een vraag. Roy, hoe oud was je toen je met judo begon? Ik ben begonnen op mijn 7,5. En heb ik toen mijn 10e gedaan. Daarna ben ik er 7 jaar van af geweest. En op mijn 17e weer begonnen tot nu. Dus in totaal doe ik het zo'n 14 jaar. En hoe ben je begonnen met BMX'en dan? Ja, ik ben begonnen toen ik 4 was eigenlijk. Ja, ik kon net fietsen en toen had ik wel een grappig verhaal. Ik wilde gaan BMX'en. Mijn moeder zei van, je bent nog te jong. Toen was ik eigenlijk 3,5. En ja, dus ik pakte de fiets uit de schuur en ik fiets eigenlijk weg. En toen zei ik, ja, nou kan ik BMX, nou ik zonder zijwiel kan fietsen, kan ik ook BMX. Zegt ze, is goed. We wonen toen vlakbij een dijk. Ze zegt, maar de BMX-baan heeft ook een stadheuvel. Dus ze zette mij bovenaan de dijk, terwijl ik 2 dagen kon fietsen. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Dus ik fiets die dijk al, begin te slingeren. En dan zat ik een busje geparkeerd. Nou, dan klap ik frontaal op. Maar dus toen stond ik daar jankend langs de kant. En zegt mijn moeder heel, heel rustig eigenlijk zo. Nou, zullen we toch maar even wachten tot je 4 bent? Dus op mijn 4e ben ik gaan fietsen. Wauw, dat is een heftig verhaal, ja. Nou ja, ja, goed. Aan de ene kant, met vallen en opstaan heb ik het allemaal geleerd. En ja, dat is eigenlijk niet veranderd. Ja, leuk man. Erg tof. Maar hoe is het voor jou gegaan? Hoe ben je in aanraking gekomen met? Ja, ik ben... ook een apart verhaal. Ik was als kind ontzettend druk. Veel energie. Thuis was het altijd wel een rommeltje. Veel ruzie thuis. Dus ik wist niet echt wat ik met mijn energie moest doen. Dus ik had veel ruzie. Veel problemen. Ik werd altijd van school gestuurd. En op een gegeven moment was er iemand. Toen was ik een jaar of 7. Dat was al een hele levenservaring. Toen was er iemand die tegen mijn ouders zei. Zet hem dan op een sport. Dan kan hij wat met zijn energie. Dus ja, ik vroeg hem wat wil je doen. Dus ik ging voetballen. Alle leeftijdgenoten doen natuurlijk voetballen. Dus ik ging dat doen. Maar ja, op een gegeven moment een paar trainingen, een paar lesjes gehad, hadden we een wedstrijd. En toen pakte ik heel de tijd de bal in mijn handen en probeerde ik naar het doel van de tegenstanders te rennen. Dus ze zeiden op een gegeven moment ook van ja, Roy, dit is niet jouw sport. Alsjeblieft, doe jezelf plezier, ga eraf. Nou ja, toen ben ik er dus afgegaan. En ik zou denken dat ik dan rugby zou doen, maar uiteindelijk hebben ze me op judo gezet. En daar bleek ik wel heel veel talent te hebben. Ik was sterker dan de rest. Ik was er goed in, ik won bijna alles als ik toernooitjes deed. Alleen toen had ik een breuk in mijn schouder opgelopen en thuis ging het erg mis. Toen moest ik uit huis. Toen heb ik 7 jaar doorgebracht in internaten. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, ja shit man, ik wil zo niet leven. Ik wil iets hebben. En toen greep ik weer terug op mijn grootste talent, dat was judo. En volgens mij werd ik binnen 1,5, 2 jaar Europees kampioen onder de junior, bij de junioren. En dat gevoel, hoog in de Armeense bergen, in het stadion, waar we politie-escortes kregen, militairen met, weet ik veel, AK-47 werden we doorbegeleid. En iedereen stond anders te kijken, daar hoog in de berging staan. Dacht ik van, oké man, dit is de shit. Dit is, wil ik vaker doen. En dat is wel leuk. Gaaf. Ja. Ja, wel heftig dat je gewoon 7 jaar er ook tussenuit bent geweest eigenlijk. En dan toch zo snel weer terug kan komen. Ja, klopt. Ik vraag me ook af of ik beter zou zijn geweest als ik het niet had. Maar ik denk juist dat die persoon op die tijd mij gevormd heeft. Een beetje in mijn kop, in mindset, doorzettingsvermogen. En gewoon de wil om te slagen. En ik denk dat ik dat heb meegenomen in de sportbeoefening. En daarom juist, ja, sta waar ik sta. Ik denk dat het alleen maar goed is. Ja. Dus dat is, ja. Ja, ik zie hier nou ook wat vragen binnenkomen nog. Ja, hoe sta jij er tegenover dat de spelen dat jij niet doorgaan? Zo staan wij er tegenover. Ja, ja, dat is een goeie. Ik keek er natuurlijk heel erg naar uit.
Alleen ja, op het moment dat het onzeker werd, heb ik gelijk die knop in mezelf omgezet. Van ja, weet je, het is iets buiten jouw invloed om. Dus wat ga je doen? Probeer gewoon het beste van deze situatie te maken. Ik ben gelijk aan de gang gegaan met het bouwen van een soort van thuisgym. Ja, dat is een belachelijk tractorband met een ijzeren staaf erdoor. Allemaal gekke dingen. Maar ik heb me toch in deze periode wel gewoon op andere vlakken wat meer kunnen ontwikkelen. Ik heb wat meer tijd met mijn gezin door kunnen brengen. En dat is gewoon super dankbaar. En ik voel me ook gewoon sterker en fitter dan ooit. Dus dat jaartje extra is voor mij persoonlijk, ja, vind ik niet erg. Ik denk dat ik uiteindelijk beter uit ga komen. En bij jou? Ja, we hebben natuurlijk nog een jaar, hè. Ik bedoel, dat moet je niet vergeten. Alleen, ja, voor mij, natuurlijk met de blessure die ik begin van het jaar kreeg, komt het uiteindelijk, ja, als je het kunt zeggen, wel goed uit. Maar alleen, dat is alleen het sportief gebied. Als je kijkt, wedstrijden, alles is bij ons gecanceld dit jaar. Dat is echt, ja, ook wel weer verschrikkelijk eigenlijk. Want daar leef je toch voor. En vervolgens. Ja, zijn die momenten er gewoon niet meer. Dus dat is wel heel lastig. En het is een jaar van overbruggen eigenlijk. En ik hoop alleen dat het volgend jaar wel een beetje zoals we het gewend zijn door kan gaan. Dus ook wel toch ook wel met wat publiek erbij en dergelijke. Maar ja, dat zal de tijd ons leren. Het is alleen voor ons ja, nu zo hard mogelijk trainen en zo goed mogelijk in vorm komen. Voor ons is alleen, dat is het enige waar ik me heel erg aan stoor eigenlijk. Dus ja, bij ons was het kwalificatietraject nog niet afgelopen. Dus ja, je bent nog niet zeker van je plek. Je staat er qua punten goed voor, maar ja, je moet een jaar, 1,5 jaar overbruggen. En natuurlijk wil je in de beste vorm zijn mogelijk. Alleen het is ook fijn als je een bepaalde zekerheid krijgt. Nou blijf je, normaal gesproken zit je 1,5, 2 jaar in onzekerheid. En nu zit je 3 jaar in onzekerheid. Ga je wel naar die spelen of niet? En dat is wel, ja, sommige dagen is dat wel lastig. Ah, het is pittig. Ja. Ja. Ja, kijk, die twijfels en die onzekerheden, die roepen de situatie ook op. Dat heb ik ook, hè. Dat is gewoon zo. Alleen is wat jij zegt, kijk, op het moment dat je een jaar extra hebt, dan heb je wel een aantal punten die voordelen hebben. Zoals wat jij zegt, begin van het jaar die blessure. Nu heb je gewoon wel wat langer de tijd om dat een goede plek te geven en je daarop aan te passen. Dat is toch wel echt top. En ja, als het al doorgaat, dan laten we gewoon hopen dat het gewoon doorgaat natuurlijk. Dan is het ook maar de vraag hoe ze dat inderdaad gaan doen. Weet je, als er geen publieken zijn op evenementen om te spelen, geen publiek is, ja, hoe gaat dat er nou uitzien? Ik kan me niet voorstellen dat dan is het gewoon een training, naar mijn idee. Natuurlijk is het gewoon spelen, maar als er geen publiek is, dan vind ik dat wel echt moeilijk. Ja, kan ik me voorstellen. We zijn nu oefenwedstrijden aan het organiseren, gewoon zonder bond. We gaan volgende week rijden naar Duitsland en dan rijden we tegen eigenlijk het nationaal team van Duitsland en Zwitserland. Gaan we in Stuttgart een wedstrijd rijden. En ja, zo probeer je jezelf toch te triggeren om het maximale en uit jezelf te halen en ook weer om ergens naartoe te werken, naar een soort van piek. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd volgende week. En dan zie ik ook een beetje hoe ik er echt tegenover sta tegenover mijn concurrenten. Oké, Ja. dan bruut dan. Spannend. Ik ga het Ja, in de gaten houden. toch nog iets van een wedstrijd, weet je wel. Dat je toch nog iets. Ja. Ja, je hebt nou een week vakantie, even rustig. En dan volgende week ja, kijken of de vorm een beetje is zoals we zouden willen dat hij is. Kijk, ik heb nu, normaal gesproken heb ik geen week vakantie voor de wedstrijd natuurlijk. Maar ja. Het is dat het zo uitkomt in de planning. Maar ja, we gaan het zien volgende week. Dus dat is toch niet iets om naar uit te kijken. Korte termijn. Spannend, man. Ja. Spannend. I'm gonna root for you. Ja, en hoe vaak train jij in de week? Ja, nu in deze situatie natuurlijk anders. Maar ik streef er wel naar om minimaal iedere dag te trainen. En 2 keer per week tot 3 keer per week 2 keer te trainen per dag. En Ja. dan, ja, dus zeg maar bijvoorbeeld maandag krachttraining, dinsdag judo training, woensdag krachttraining, doe 3 keer in de week krachttraining, donderdag judo,
vrijdag krachttraining. En dan heb ik zaterdag een familiedagje. En dan heb ik zondag open mat, passiaatje, jutsu. En dan probeer ik nog door de week tussendoor één technische judo-training te doen. Of anders een conditietraining te doen op de fiets of iets dergelijks. Dat is hoe het er voor mij nu uitziet. En ja, op het moment dat er natuurlijk een volgende wedstrijdperiode zit, een periodisering, dan ga ik mijn lichaam echt wel pijn doen. Dus dan moet ik echt tegen dat rood aan zitten. Dus dan zullen de trainingen intensiever worden. En dan kan het ook zijn dat ik iets meer train in de eerste weken van de periodisering. En daarna ga ik vanuit daardoor. Mijn streef is toch wel om zo'n tussen de 9 en 11 trainingen per week te hebben dan. Dat is best veel. Ja. En hoe zit bij jou? Ja, voor ons is het nu ook iets anders dan normaal. Maar inderdaad, maandag krachttraining. Dinsdag hebben we een lange baantraining van 3,5 uur. En dan woensdag hebben we vaak ja, een sprinttraining of een duurtraining staan. Donderdag ook weer een lange baantraining. Vrijdag is het kracht en sprinten. En zaterdag ook weer een lange baantraining eigenlijk. En ja, goed, we hebben ook aardig wat reistijd soms. Want ik moet bijvoorbeeld voor dinsdagen moet ik naar Kampen toe. Dus dan zit je 1,5 uur in de auto. Omdat we toch een beetje gelimiteerd zijn aan de banen waar je kunt trainen op het Olympisch niveau. Ja. Ja, dus je zit toch al 3 uur in de auto en dan 3,5 uur trainen. Dan ben je toch weer 6 uur verder. Ja. Ja, Dus, maar heftig. normaal gesproken zitten de weken toch ook wel rond de 20, 20, 25 uur in de week aan trainingsuren. Het ligt een beetje Ja. verdeeld bij ons nu, maar ja, we focussen een beetje wel op kwaliteit. Grappig is dat, hè? Ja, Ja. ik weet, het is mooi. Ik ben zelf, jij ongetwijfeld ook gewoon sportliefhebber. En het is mooi dat je van je, ja, van eigenlijk van je passie je beroep kan maken. Dat is toch eigenlijk wel gewoon een blessing, een mooie zegening, vind ik. Ja, zeker weten. Ik bedoel, je doet dit nog kleins aan. En ja, je bent hiermee begonnen omdat je het hartstikke leuk vindt. En ja, daarin uiteindelijk ben je altijd aan het streven geweest om het hoogst haalbare te halen. En als je dan op dit niveau kunt acteren, dan ja, dat is wel een jongensdroom die uitkomt, ja. Hey, ik had toch wel bij want de Omroep Brabant was natuurlijk gevraagd of wij deze Q&A kunnen doen. Er Ja. stonden een aantal vragen tussen. En er was ook een vraag over krachttraining. Nou weet ik nou niet meer precies wat dat was. Dus ik heb twee vragen aan jou. Wat is jouw gewicht, jouw huidige lichaamsgewicht? En wat is jouw max met de squat? Mijn lichaamsgewicht is op het moment ja, 85 kilo. En Ja. ja, mijn max squat is 230. 30, oh, dat is best netjes. Vooral gezien je 230, maar gewicht. wel zeg maar ja, zo diep als je kunt. Dus niet 90 graden, maar wel dieper. Gewoon full squat. Ja, En voor oké. jou? Ja, ik weeg 119. Ja, dan kan je dan zie je het al aankomen natuurlijk. Maar niet eens heel veel hoger. Ik zit op 265 kilo. Ah, dat vind ik nu wel even een volgende stap hoor. 265 kilo Ja, is toch maar. wel. Nou, nah, maar puur kijken naar als jij 85 weegt en ik 119, Ja. dan had je wel mogen verwachten dat ik wel nog hoger zat, weet je wel. Maar mooi. Ik Leuk. ben nog een keertje bij een bepaalde bond, ik weet niet welke het is. Mijn vrienden hadden me voor de grap ingeschreven op een zondagochtend. Maar toen heb ik nog een blauw, ja, in ieder geval op zondag. Ben ik nog een keer Nederlands kampioen deadlift geworden met 275 kilo zonder band of iets, dus dat is raar. Dus ja, dat is eigenlijk mijn all-time record in krachttraining, zeg maar. Als je zegt van ja, waar ben je het meest trots op in krachttrainingen? Ja, dat is toch wel mijn 275 kilo die ik toen van de grond afpakte. Dat is netjes, man. Met Netjes. 55 kilo, hè? Ja, nee, dat is echt zeker netjes. Wow. Al die zeggen dat de vorm nog perfect was, maar ja, het is ook niet dat ik er wekenlang krom van heb gelopen. Nee, dan keur ik het goed. Ja, ik bedoel, maandag moest ik gewoon mijn krachttraining draaien. Dus ja, ik moet zeggen dat ik het wel voelde, die maandag. Maar ja, goed. Uiteindelijk de trainingen gewoon kunnen doen die week. Ja, ik heb één keer met soortgelijk gewichten ook een deadlift gedaan. En ik weet nog dat ik het, hoe heet dat? Dat het klemmetje was vergeten. Alleen de stang gaat natuurlijk buigen. Ja, Dus ja. er schoot een schijf af. En die stang schoot de andere kant op. En ik heb echt gewoon 2 weken gewoon spiertje verrekt. En dat is afschuwelijk. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Dat gaat in één keer met Ja. zo'n klap als de schijven eraf gaan. Ja.
Maar ik zie weer wat vragen. Ik zie een aantal vragen over. Mensen vragen mij onder andere of ik na Tokio MMA wil gaan doen. Ja. Dat is eventjes om wat context te geven, Twan. Naast het judo vind ik het ook leuk om te trainen binnen het kickboksen. En af en toe doe ik een grappling, een Braziliaanse jiu-jitsu, MMA training doe ik, meepakken. Vind ik heel erg leuk voor mijn eigen ontwikkeling. Vind ik ook een vette sport. Of ik na Tokio MMA ga doen, dat is een grote vraag. Ik vind het heel erg leuk om te judoën. Ik vind MMA ook heel erg leuk. Ik heb nog nooit in een MMA-kooi gestaan. Dat wil ik wel ervaren. Of ik dat wil doen om wereldkampioen te worden of om te ervaren, dat weet ik niet. Dus het kan zijn dat ik nog naar de Spelen ga van Parijs. Maar het kan ook zijn dat ik wat anders ga doen. Dat kan sport zijn, maar ook iets op maatschappelijk vlak. En daar kan ik nog geen antwoord op geven. Maar ik ga zeker wel een keer in mijn leven in die kooi staan en gewoon ervaren hoe het is. Want dat vind ik ja, mega dope. Twan, heb jij nog andere sporten die jij echt vet vindt naast BMX? Ja, ik moet zeggen, het mountainbiken richting het downhill en zo vind ik echt wel leuk om te doen. Ik mag daar alleen, ja, ik kan er niet echt de risico's op zoeken die ik graag zou willen soms. Want ja, gaat een keer onderuit en ja, blessures zijn gewoon te makkelijk op te lopen met zulke dingen. Vooral omdat je toch, ja, mountainbiken met vering en alles rijdt heel anders dan een BMX-fiets. Ook al kun je wel fietsen, je overschat jezelf toch al heel snel. Dan moet je veel uren voor maken op een mountainbike. En ja, dat gaat gewoon niet helemaal gepaard met BMX, die trainingen. Maar ja, ik zal niet zeggen dat ik na, noem maar even 2021, misschien een keer ga kijken op een andere fiets. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, goed, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar die optie zal er misschien altijd nog wel liggen. Ja, zo zie ik het ook. Ja, Ja, kijk, ik kan niet leuk. zeggen dat 2021 mijn laatste seizoen gaat worden. Als BMX'er zijn, dan word je nu al wel iets ouder. En ja, je kijkt af en toe een keer verder. En natuurlijk met Puk naast mij, die altijd aan het wielrennen is en duurtraining aan het doen is. Begint die dingen ook een beetje leuker te vinden. Niet zozeer omdat zij fietst, maar omdat ik op een andere manier tegenaan begin te kijken. En dat is, ja, wie weet. Dus ik hou mijn optie nog open. Maar anders inderdaad, maatschappelijk vlak, of iets in die richting. Of ik zou wel altijd iets met sport willen blijven doen. Daar ben ik wel uit. Leuk. Ja, want je noemt je vriendin, je partner, Puk Mone is dat toch? Ja. Kan tegenwoordig wel redelijk fietsen. Maar hoe is dat dan? Even voor iedereen die kijkt, Puk Mone, dat is zijn Ja. partner, heeft ook heel veel volgers op Instagram. Leuk om te volgen. Ga even kijken waar. En wat doen jullie wel eens samen fietsen? Of is dat iets waar je niet naartoe komt? Ja, nou hebben we dus deze periode hebben we natuurlijk zijn we heel veel thuis. En weinig ja, in ieder geval geen wedstrijden beide. En ja, trainen we ook regelmatig een keer samen. En je merkt gewoon als we een ritje van 2 uur hebben gehad, dan is bij mij het beste eraf, omdat ik natuurlijk een sprinter ben. En ja, dan heb ik alle moeite genoeg als zij een keer aangaat, zeg maar, of als het een langere sprint is, om even te laten zien wie de kerel is. Maar dat is dan toch, wordt dan toch steeds moeilijker, wordt wel pittig. Maar ja, of ik trek een keer een Eigenlijk sprintje leuk dat volle je. bak weg. En dan zit ze mij in de wind. En dan denk ik, oh, nou heb ik het wel weggefietst. En dan kijk ik om dat ze van achter hem wil. Dan denk ik, ja. Ja, dus, maar dat Erg is leuk een dat je ding. dat je. Nee, maar eigenlijk dat je ook een partner hebt waarbij je heel erg. Waar je toch een bepaalde passie. Want fietsen, hè? Fietsen is natuurlijk anders. BMX explosief. Als je Ja. wat meer met duur doet, dat ligt tegenover elkaar bijna. Maar het is toch iets wat je. Hè, die werelden kan je combineren met elkaar. En als je samen een passie kan delen in een relatie, geloof ik dat je echt. Ja, dat de relatie gewoon gezond blijft. Weet je wat ik bedoel? Ja, goed, het is wel voor ons vrij vers. Alleen je merkt wel gewoon. Ik heb natuurlijk al jaren topsport erop zetten. En Puk komt op dat gebied eigenlijk gewoon ja, net eigenlijk een beetje kijken. Dus ondanks dat ik geen duursporter ben, kan ze wel heel veel dingen. Al is het maar ja, de 3 R's, rijden, adres, regelmaat, zeg maar. Die dingen kun je al bijbrengen. En ja, hoe ga je met je sport om? En hoe ja, beleef je alles? En ja, naast je sporten, ja, je zult er alles aan moeten doen. Kijk, ik heb 9 jaar ben ik professional. En ik heb er 9 jaar over gedaan om een keer die wereldtitel binnen te halen. En ja, dat is gewoon. Ik weet wat ik ervoor heb moeten doen. En dat, ja, dat is. Dan denk je de eerste jaren dat je er alles voor doet. En dan kijk je nu terug en dan denk je, nou, had ik er toen maar zoveel voor gedaan als dat ik nu had gedaan, dan had ik misschien vaker de titel gehad. Ja, herkenbaar. Ja. Ja. Leuk, grappig. Ik zie een vraag van
bijenfotografie. Twan, zijn de trainingen ook open om te bezoeken? Ja, in principe zijn ze open om te bezoeken. Moet alleen afgestemd worden met mijn coach eigenlijk. Als iemand een keer een foto wil maken of zo, dan zijn ze altijd welkom. Ja, Ja. oké. Oh, leuk. Ja. Nou, je hoort het bij is. Vrije dag. En Ja, hoe is dat bij jullie? Kunnen doelpunt. daar mensen ook gewoon komen kijken? Of je zit natuurlijk Ja, in de zaal. normaliter kan het wel. Het is inderdaad in de zaal. En je hebt daarboven heb je publiekspodium. Daar zitten meestal de ouders naar de trainingen te kijken. Als de jongeren gebracht worden. Maar dat is ook gewoon open volgens mij, voor zover ik weet, voor het publiek. Alleen nu vanwege de coronamaatregelen, omdat het natuurlijk een dichte ruimte is, is dat helaas nog eventjes gesloten. Oké. Ja, wel begrijpelijk. Ja, nee, zeker, zeker. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog best wel verrassend vind. Ik bedoel, judo is een beginsport en dat wordt door veel jongeren gedaan. En je zou dan verwachten dat er toch veel meer kinderen komen kijken bij zo'n training. Want daar kun je ontzettend veel van leren. En het is best wel laagdrempelig om daar gewoon te komen en een keer te kijken bij de training. Dat is ontzettend inspirerend. Ja, En wat dat ik betreft denk dat zal ik altijd heel veel proberen. mensen waar ze moeten zijn en of het überhaupt wel mag. Dat is eigenlijk meer, denk ik. Ja, Iedereen oké. weet dat ze bij een training van, ik noem maar even Vitesse, natuurlijk op Papendal trainen, dat je daar buiten kunt gaan staan kijken naar een training. Of ja, waarschijnlijk, ik weet niet of dat eigenlijk hetzelfde is, maar daar ga ik dan maar even van uit. Ja, en je weet niet, ja, omdat de sporten die wij doen misschien iets minder bekend zijn bij het grote publiek, ja, weten ze misschien ook niet zo goed waar ze moeten zoeken en of het überhaupt wel kan. Ja, dat is ook wel zo, ja. 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 Dat is iets, kijk, dat is iets wat ook vanuit natuurlijk vanuit de judobond al gestimuleerd zou moeten worden. Het is niet zo dat kinderen op de basisschool of wat dan ook bezig zijn met, ik weet niet. Ik heb het idee dat het topsportklimaat in Nederland gewoon heel anders is dan andere landen, Amerika, dat weet ik niet. Ja, Ik denk ik dat. ben zelf ook genoeg in Amerika geweest. En ja, daar wordt sport wel anders beleefd als zie thuis. Ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Is wel, hè? En dat is niks te nadenken, dat is gewoon een andere cultuur, denk ik. Nederland is niet zo goed in sporthelden creëren of wat ze in Amerika natuurlijk heel goed kunnen. Kijk naar Ja. een Michael Jordan. Ja, die is wereldwijd zo groot geworden. Maar ja, dat is wel iemand op een voetstuk plaatsen. En maakt hij het ook elke keer waar. Dat is wel iets wat je moet onthouden. Maar goed, Ja. dat is wel een verschillende cultuur. Nee. Oké. Hey, maar ik En zie ik heb nog één dat jij wel vraagje. eens Volgens mij een zit keer dat jij. Roy, ik heb een paar jaar geleden een video gezien dat je 300 kilo deadliftte. Het leek best easy voor je. Heb je sindsdien nog meer dan 300 kilo gedeadlift? Nou ja, dat is toevallig ook mijn PR. Even kijken, dat is best wel wat. Maar ja, het is natuurlijk, ik ben zwaargewicht. Ik moet het ook wel kunnen. Alleen heb ik, daarna heb ik het nooit meer geprobeerd om zwaarder te doen. 300 ging inderdaad best wel oké. Okay. Heb ik wel met straps gedaan overigens. Ik heb ooit een PR 300 deadlift gedaan zonder straps. Maar dat was dan een sumo deadlift. Daarna ben ik niet verder gegaan. Ook is mijn manier van krachttraining. Hè. Ik doe krachttraining bij Hans Kroon in Rotterdam. Is niet, we willen niet te veel met 1 rem doen. Dus we zijn vaak bezig met 5 repetition max, 8 repetition max en 10 repetition max. En dan doen we dan door de week, doen we dan iedere keer een andere hoeveelheid. En daarmee onderhoud ik gewoon ook mijn maximaal kracht. Als ik morgen een deadlift van 300 kilo wil doen, is de kans gewoon groot dat het me lukt. En er is minder blessuregevaar en dergelijke. Dus dat is iets wat bij mij is ondersteuning, full body doen. Maar echt 1RM trainen, dat doe ik niet vaak. Soms voor de lol doe ik het wel. En ja, that's it. En Oké. jij, hoe doen jullie dat? Bij de kracht? Okay. Ja, wij zitten heel veel rond de 3 en 5 herhalingen ook. En ik wil eigenlijk mijn maxen die ik ooit een keer gezet heb, ja, die zijn heel leuk, maar in principe train ik daar niet meer mee. Ik denk wel dat ik ze nog steeds zou kunnen. Alleen,
Ja, we trainen eigenlijk meer als ik dan aan het squatten ben, op 200 kilo. Alleen dan wel zo snel mogelijk naar boven komen. Dus dat je, ja, probeert eigenlijk, ja, dit klinkt misschien raar, explosief te squatten met 200 kilo. Zodat je dat dus Ja. uitbouwt. Ja, het is een beetje de. Ook op het moment dat je vanaf volgens mij 85, 90% van je max zit. En dan, hoe heet dat? En de beweging ook nog iets snel maakt. Ook al gaat de beweging waarschijnlijk langzaam, maar voor je gevoel probeer je maximaal explosie te leveren. Dan recruteer je meer spiervezels. Neuromusculair is er een maximale prikkel, waardoor je alles. Ja, meepakt en pas dan is eigenlijk hypertrofie en krachtvergroting optimaal of mogelijk. Dus dat is eigenlijk een manier van trainen die voor ons als explosieve sporters ja, cruciaal is. Dus vandaar dat wij daar ook mee zijn begonnen een aantal jaar geleden. En dat begint nu wel zijn vruchten af te werpen, Super bruut man. Echt vet. Ik kom een keer bij jullie kijken bij een BMX training. ja, Kijken. Ik ga lachen. hem even nooit meedoen. Maar ik kom een keer kijken. Ik heb laatst geprobeerd een spintje te trekken tegen een dame uit jullie selectie. En ja, en dat heeft mij geleerd dat ik gewoon weg moet blijven van BMX fietsen. En ja, maar het is wel leuk. Leuk om te zien. En Hey, nee, hoe was eigenlijk het? bedankt, Twan, Ja. voor de interview. Ja, jij bedankt. Ik had er één vraagje eigenlijk. In ieder geval zie ik voorbij komen en denk ik dat misschien wel interessant is nou. Hoe wordt de Olympische selectie bekendgemaakt bij jullie? Dus wat zijn de criteria? Bij de judo? Ja. Ja, bij de judo is het zo dat je een soort van selectiecomité hebt. Of mensen binnen de judosport en daarnaast. Dus vanuit NOC, NSF en bij de judobond. Dus de technisch directeur, de hoofdcoach en nog twee andere mensen daarbuiten. Die bepalen normaliter wie gaat aan de hand van een aantal criteria. En de selectiecriteria bij de judobond, dat zijn deze. De medailles die je gehaald hebt binnen jouw gewichtsklasse in de periode na de Olympische Spelen toe. Dat kan 4 jaar zijn, maar de 2 jaar daarvoor die tellen het zwaarst. Dat heb je dan, WK-medailles, EK-medailles, telt heel lichtelijk mee. Maar vooral WK-medailles, dat is heel belangrijk. Daarnaast is jouw rankingspositie belangrijk. Je moet natuurlijk geplaatst staan en des te hoger je staat, des te groter de kans dat je een gunstigere startpositie hebt op de Spelen. Want als je bijvoorbeeld de eerste ronde tegen de Olympisch kampioen wordt geloten, is dat natuurlijk geen prettig toernooi. Dan kan het heel moeilijk worden. Het is ook zo de namen van wie je hebt gewonnen. Dus heb je van grote namen gewonnen, van WK-mensen. Heb je dit ook op goede toernooien gedaan, grote toernooien. Dat zijn allemaal punten waar ze naar kijken. Alleen er is niet een heel duidelijke criteria van als je dit of dat hebt gedaan op die toernooi, zus of zo, dan ga je. Dus het is altijd wel grijs gebied. En net zoals met sporten die jury-sporten zijn, is het toch wel altijd ja, een beetje tricky. Het enige wat je bij het judo kan doen, is gewoon zorgen dat je de beste bent. Het helpt natuurlijk als je WK-medailles of iets wint, want daarmee laat je zien dat je het kan op de grootste toernooien. Alleen, ja, je hebt nooit eigenlijk echt zekerheid tot het moment dat het besloten wordt. En dat is best wel tricky. Ik vind dat dat in de toekomst ook echt wel moet veranderen. Dat, net zoals bij andere sporten, dat als je op een of twee aangewezen toernooien het beter doet dan de ander, dat het dan gewoon besloten is, hè? Dat geeft ook gewoon rust. Alleen op basis van wat je ook lastig is, natuurlijk nog steeds een concurrentiestrijd. En dan moet ook nog bepaald worden wie gaat. En dan is het gewoon belangrijk dat het heel duidelijk is. En de beste 25 overigens van de wereld op de ranking die zijn automatisch gekwalificeerd. En je mag er maar één per land sturen. En ik sta momenteel vierde op de wereldranking. Dus ik zou wel geplaatst zijn, zeg maar. Ja, dan heb je op zich, je hebt genoeg marge, zeg maar. Absoluut, ja. Ja. Maar ik moet op één staan over een paar maanden. Maar dan moeten we wel even gaan starten met toernooien. Want het is niet duidelijk wanneer, hoe of wat en Nee. of. Ja, voor ons is dat hetzelfde. Je hebt je wedstrijden waar je bepaalde punten kunt halen. Alleen, normaal heb je de eerste twee die gaan op ranking en de derde is coachpick bij ons. Hangt ook af van wedstrijden, medailles en wereldbekers die je hebt gehaald. Nu met heel het
dat er geen wedstrijden zijn en alles verplaatst is, is daar ook nog een beetje onduidelijkheid over hoe verder. Komen er nog wedstrijden, komt er niks meer. Dus eerst volgende wedstrijden spelen of niet. Ja, dan daar hangt het een beetje bij af. Dus voor ons is het gewoon nog een beetje afwachten wat de bond gaat doen en wat de nieuwe regels zijn. Ja. Periode van onzekerheid, maar ja, we gaan het beste van maken, toch? Zeker weten. Ja. Hij was gezellig. En zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Twan. Succes met alles, hè. Oké. Ja, precies kijken, dank je. Hoi.